mijn lieve soul searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve stier. Voor de komende periode, begin augustus tot begin september alweer, 2024. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld. Oei, wat in jouw maan, jouw Venus. Of dan wel je ascendant staat, like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier nog extra kaarten opleggen. Overal en nog wat orakelkaarten. En in de liefde ga ik meer diep gaan creëren. En een splitsing maken tussen de koppels, de singles en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens jij meer informatie, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Kijk jij 2 of meer uitbreidingen iedere maand, is het interessant om een abonnement te nemen voor 8 euro. Dan krijg je toegang tot alle uitbreidingen iedere week die gepost worden en ook die van de vorige maand. Dus ook interessant. Ik ben te boeken voor privé-readings. Alle informatie vind je op mijn website www.soulsearch.be. We gaan eens even zien voor mijn lieve stier. Wat is de belangrijkste energie? De tweesprong. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden. Gaan we links, gaan we rechts? Het is kaartje nummer 13, dus deze beslissing betekent wel een einde voor een nieuw begin, wellicht. Een belangrijke beslissing richting het geluk. Melk en honing, geluk naar moeilijke tijden. Ik heb hier een olifantje dat zich baadt in honing en melk, zoals Cleopatra. Dus dat spreekt voor mij wel over overvloed. Oké, geluk, overvloed. Jezelf pamperen, jezelf verwennen. Kom dan nog eentje. Gaan we eens hier. Augustus, begin september 2024. Ja, welke? Alle twee? Oké. Samen creëren. Hier heb ik dit kan zijn dat jij samen creëert, co-creëert met het universum. Jij manifesteert het universum, geeft een duwtje, zet een duwtje mee met jou en samen creëren jullie iets. Dat kan natuurlijk ook zijn dat jij creëert samen met iemand. En dan heb ik 2 verschillende entiteiten, totaal verschillend. De ene is meer ondernemend, snel en creatief en ervaringsdeskundig wellicht. En de andere heeft veel wijsheid en misschien kennis. Oké. En samen creëren we een heel bijzonder ei. Een schatteiland. Overvloed, stabiliteit, hetgene wat je manifesteert, komt naar je toe. Stierlijk langzaam. Dus manifesteer je. Ik hoop dat je de 4 augustus, nieuwe maan, de tijd hebt genomen om te manifesteren. Want het was een hele potente maan. Dus wat je manifesteert, komt naar je toe. Langzaam, maar toch zeer zeker. Oké. Mooie energie. We gaan het zien. Professioneel. Voor mijn lieve stier, wat is de belangrijkste energie voor de komende periode? Kijk misschien nog ook terug naar de readings van juli, augustus. Achteraf komen er vaak meer dingen op hun plek. De aas van pentakels ondersteboven. Dit kan een nieuw begin zijn, maar we hebben nog de financiën niet om het in gang te zetten. Dit kan een zaadje zijn dat wij geplant hebben. Dat op zich potentieel had, maar dat hier dus misgaat. Financieel een min. Ja, dat kan dus een plan zijn dat misgaat. Professioneel, materieel, iets, ja. Een investering van tijd, geld, energie dat niet juist loopt hier. Oké, we gaan het zien. Financieel. Dan mag ik weten financieel. Voor mijn lieve stier. De toren. Nou, spannende energie voor mijn lieve stier. Iets dat je niet ziet aankomen en dat wat verandering met zich meebrengt op een oncomfortabele manier. Ja. Het kan ook gewoon een ontwakening zijn in je eigen hoofd, in je gedachten. Dat je ineens beseft van, ik heb mijn hele leven zoiets zo gedacht en zo gehandeld. En nu ineens zie je het licht en kun je dus de dingen nu op een andere manier aanpakken. Ik ben heel benieuwd. We hebben de 19 augustus een speciale, door de andere planeten, een volle maan in Waterman. Dat wel voor wat opschudding kan zorgen, verrassingen. En hier zie ik toch wel een verrassend element. En misschien is dat dus hetgene wat ook dan invloed heeft op het professionele. We zullen het zien. In de liefde. Dank u. Dat zijn dus wel een beetje veel te veel. De 10 van staven. Het einde van een vermoeiende cyclus waarbij je het gevoel hebt gehad alles alleen te dragen. Het kan zijn dat je hier inderdaad iets probeert te beëindigen. Maar dat iemand je een beetje dwars ligt. We gaan het zien. De schildknaap van kelken. Ondersteboven. Een liefdevol nieuw begin, maar misschien vinden we het moeilijk om ons emotioneel open te stellen hier.
De acht van zwaarden, oké, je komt wel uit je hoofd. Ik heb hier wel een soort van bevrijding. En de twee van zwaarden, hier heb ik de beslissing, de tweesprong. Gaan we links of gaan we rechts? Voor wie of welk pad kiezen wij hier? Ik heb een belangrijke keuze. Je komt uit je hoofd, uit het gevoel van, ah, ik kan dat niet maken, ik zit vast, ik kan geen kant op. Nee, hier heb je het heel helder. En het creëert het einde van een vermoeiende cyclus. Oké. Misschien zijn er kinderen in het verhaal hier, wat inderdaad een beetje deze keuze of verandering beïnvloeden en een beetje bemoeilijken. Maar we zullen het zien. Onderop heb ik de magier ram-energie. Je bent iets nieuws aan het manifesteren. Let op dat je niet manifesteert met angst, want dan creëer je ook die angst waar je aandacht aan geeft groeit. Soms kan het een manipulerende energie zijn omliggend. Eerder het gevoel dat jij iets heel nieuws manifesteert. Met dat je er ergens niet helemaal 300% achter staat of in gelooft, waardoor je ook je angsten manifesteert. Dus let daarvoor op. We gaan het zien. Dus, de Aas van Pentakels. We krijgen het professionele. Aas van Pentakels, wat gaat hier mis? Dat kan ook gewoon jij zijn die iets stopzet hier. De 10 van Pentakels, de 5 van Pentakels. Ik heb hier, en pas op het professionele noem ik zo, maar dat is dus alles wat met het doen te maken heeft. Activiteiten, dus dat kan ook bijvoorbeeld een huis verbouwen zijn. Hoort daaronder ook. Dan heb ik hier een verkeerde investering van een huis of problemen met een huis. De 10 van Pentakels ondersteboven kan spreken over inderdaad instabiliteit met familie of financiën. Een structuur dat niet heel... Oké. Kom daar zo meteen op wat ik nu ineens bedenk. Ik heb hier absoluut bang voor het financiële tekort met de 5 van Pentakels. Bang om iets achter te laten. Bang voor die verandering, want het brengt verandering financieel met zich mee. De 10 van Pentakels kan een structuur zijn, wat ik zeg, op langere termijn. Een bedrijf, een instantie, een huis, een boom, een beestje. Dat hier wankelt, onstabiel is. Mag ik er nog eentje? En dat triggert wel wat angst, deze verandering. Ik krijg er twee. De 2 van Kelk en de Koningin van Zwaarden. Koningin van Zwaarden ondersteboven. Voor mij is dat iemand anders. Iemand die hier heel kritisch en bevooroordeeld is. Dus er kan hier iemand zijn die... negatief oordeel. Iemand die jaloers is. Iemand die... Want de 2 van Kelk heb ik dan weer in een heel fijn partnerschap. Als dit op familieniveau is, kan het zijn dat we dus hier inderdaad een liefdevolle connectie hebben. Maar dat er een jaloerse partij omliggend is. Een ex-partner, een familielid. Dat bang is om achtergelaten te worden. En waardoor hier iets misgaat of iets wankelt. Dat zou ik hierin kunnen zien. Ik heb een liefdevol of een goed samenwerkend partnerschap. Twee staan ook voor keuzes. Dus is er door een verzuurde persoon omheen, moeten we hier een keuze maken om iets op te geven. Dat wankelt, dat niet stabiel is. Maar we zijn hier een beetje bang voor het financiële tekort. Dat kan. Ga die koningin van zwaarden. De magier. Hier heb ik een manipulerende energie. En ergens hebben we dit gemanifesteerd. De toren ondersteboven. De 7 van pentakels en de 6 van zwaarden. Ja, dit is een beetje iemand die terugkomt uit het niets. Hierdoor moeten we de houding een klein beetje herzien. Met de toren ondersteboven kan het zijn dat jij of die persoon, ik heb eerder het gevoel, jij grote veranderingen aanbrengt. Met een ingecalculeerd risico. Je bent hier de wereld op zijn kop aan het zetten. Of dit zijn de gevolgen van die toren. Maar door deze persoon heb jij zoiets van, oké, ik gooi mijn wereld op zijn kop. Ja, manipulerend. Ik heb iemand die een beetje hier in een hoek drijft. Dus ja, en gaat dat daardoor... Ja, voor sommigen... Als dit bijvoorbeeld gaat inderdaad over erfenis of iets in die richting... Dan kan het zijn dat je hier... De zalige motor van mijn buurman. Erfenis.
erfenis, dat we dus inderdaad hier niet helemaal krijgen waar we recht op hebben, omdat hier iemand verzuurd en een beetje verbitterd is, moeilijk doet, de boel een beetje manipuleert. Jij neemt, wat ik zeg, hier de tijd om te analyseren van oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik heb een liefdevolle connectie, wil toch even zien. Normaal moet ik daar niet zo diep op ingaan, maar verklaar de twee van Kelken. De dwaas. Ga je samen met een partner iets... Wauw, de ster, de keizerin en de drie van Kelken. Oeh. Ik heb hier een sprong in het onbekende. Van nul af aan beginnen. Een nieuw hoofdstuk in je leven. Dit stond in de sterren geschreven. Met de keizerin. Stierenergie op een vrouwelijke energie. Hieronder steboven. Dus voor sommigen heb ik hier inderdaad iemand die bijvoorbeeld nog in een scheiding zit. Of is dit een moederenergie dat inderdaad een beetje... Een ex-partner dat hier een beetje moeilijk doet. Of stiefmoeder. En de drie van Kelken. Dit nieuwe begin kost wel veel energie. All work, no play. Of deze externe manipulerende energie legt druk op de sprong die we hier willen maken. Oké. Financieel. Ik ben heel benieuwd naar die toren. Verklaar. De toren kan iets zijn dat inderdaad je wereld op zijn kop zet. Nou moet ik zeggen dat astrologisch gezien, waar we nu in terechtkomen, de komende 4 maanden, wordt inderdaad wel wat... met de aas van pentakels recht overeind. Deze toren kan een cadeautje van het universum zijn dat je wereld op zijn kop zet. Een financiële meevaller, een nieuwe job, een nieuwe plek en iets dat je vast kunt pakken. De koning van staven, een promotie. Leidinggevend, een goede baas hier of bedrijf of partner. De ridder van zwaarden en de toren ondersteboven. recht overeind. Tot 2 keer toe de toren. Ik heb hem dus nu ondertussen 3 keer. Maar eentje neem je zelf het heft in eigen handen. Het kan zijn dat aan de hand van een professionele teleurstelling jij inziet van oké, ik zat hier inderdaad een beetje op dezelfde rotonde. Ik ben uitgeleerd, uitgegroeid. Het is tijd voor een heel nieuw begin. Op een dienblad een gouden kans hier. Wat ik wou zeggen over die toren, dat kan dus inderdaad iets zijn heel kleinschaligs in jouw leven dat gebeurt. Dit kan ook gewoon iets groots zijn, dat de maatschappij iets, dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld zoals corona is een toren. Een economische crisis is een toren. Er kan hier iets zijn, iets gebeuren, dat we eigenlijk in het collectief gaan voelen. Waardoor we nieuwe stappen ondernemen hier. Ik heb een gouden kans. Met de ridder van zwaarden. Dan moet ik even kijken naar de ridder van zwaarden. De ridder van zwaarden ondersteboven kan iemand zijn die zich ermee bemoeit. Of een onjuiste beschuldiging. En aan de hand daarvan, het verstoort jouw stabiliteit. Zeker financieel ook. De jaloerse of kritische persoon hier. En toch heb ik een gouden kans dat erop volgt. Verklaar de aas van pentakels. De koningin van pentakels. Hier ga je inderdaad financieel je afhankelijk opstellen. De 7 van de zwaarden. Loopt niet meer weg van de waarheid. En de 3 van de stalen. Het is buiten de comfortabele zone. En deze aanbieding, daar zit een beetje uitstel in. Dit hebben we gemanifesteerd. We maken de plannen en dan is het nog even wachten wanneer het zich ontvouwt. Dus ik heb hier een gouden kans. Dat op zich wel voor financiële stabiliteit zorgt. Je doet het hier inderdaad om een bepaalde... Voor mij zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn in loondienst gaan of iets. Maar... dat kan een uitkering zijn. Dat kan een uitkering zijn. Maar dan is het dus nog inderdaad even wachten voordat de gouden kans zich daadwerkelijk manifesteert. Het komt naar je toe, langzaam. Je hebt het gemanifesteerd. Ik heb hier een goede baas, bedrijf om voor te werken. Of dan wel een manager, leidinggevende. Dit kan ook jij zijn die, wat ik zei, een soort van promotie hier krijgt. Oké. Dus ja, een verstoring, maar wel een cadeautje van het universum dat daarop volgt. Of misschien is dat cadeautje van het universum juist hetgene wat jouw wereld op zijn kop zet. Oké. In de liefde zijn we aan het einde van een vermoeiende cyclus. Hier ook let op voor een burn-out met de 10 van staven. De schildknaap van Kelken. Geel nieuw begin in de liefde. Nieuw begin, ja, of we zijn hier inderdaad elkaar aan het leren kennen. Met de 9 van zwaarden. We slapen hier niet zo lekker. We liggen er een beetje wakker van. Angsten en zorgen komen hier een beetje boven water borrelen. En de schildknaap van zwaarden. Heel veel prille energieën.
wat ik al zei, voor sommigen heb ik een kind dat druk legt op een keuze die we willen maken. Of druk leggen op een prille nieuwe liefde. De schildknaap van zwaarder. Dat kan soms een beetje stalker-energie zijn. En de schildknaap van zwaarder recht overeind is de geheime aanbidder of aanbidster. Ondersteboven is een hardnekkige. Dit is iemand die laat niet los. Dus dat kan stalker zijn die druk legt op de connectie. Of op een keuze die we willen maken, waar we van wakker liggen. Voor anderen is het een beetje een manipulerende energie. En nog voor anderen kan jij dit zijn die inderdaad heel berekend een bepaalde beslissing neemt. Logisch, rationeel. En ik heb hier wel degelijk de beslissing. Ik laat de schildknaap van zwaarder. Om je hart te volgen. Om uit een wakker liggende situatie te komen. De ridder van staven, de vier van staven. En de schildknaap van zwaarder nog een keer. Ja, het is inderdaad... kan twee kanten op. Moeten we aan de hand van een situatie met een manipulerende iemand... of misleidend of stalkerig een keuze maken. Om iets te beëindigen. Op goddelijke timing. Dat kan. Want dit kan iemand zijn die inderdaad een bepaalde stabiliteit verstoort. Met de ridder van staven. Dat kan iemand zijn die inderdaad charismatisch, impulsief jouw kant op komt. Maar hier inderdaad een stabiliteit verstoort. Waardoor we een keuze moeten maken. We hebben een tijd gedacht. Nee, we kunnen dit niet maken. Hier is het wel tijd om een keuze te maken. Want we liggen daarvan wakker. Voor anderen... kunnen we hier heel berekend een beslissing nemen om, weet ik veel, van willen. Bijvoorbeeld financiële redenen, te gaan zeggen van oké, we gaan samenwonen of we gaan naar de volgende fase binnen een relatie om meer stabiliteit te creëren. De vier van staven ondersteboven is versterking. We staan hier niet alleen voor. Een zegening, een overwinning. Waarom liggen we wakker? Negen van zwaarden. De matigheid, ongeduld, de geliefde... een soulmate connectie dat hier niet helemaal in balans is. Of waar de communicatie niet lekker loopt. Of wat een beetje chaos met zich meebrengt. Een chaotische aanpak kent de zon. Boogschutter, tweelingen, leeuw en de trage ridder. Ja, voor sommigen heb ik hier in een connectie. De ene die heel langzaam en doordachte dingen wilt opbouwen. En zich kwetsbaar opstelt. En de andere die wat sneller, impulsiever richting stabiliteit en de volgende fase wilt gaan. Dat kan. De zon ondersteboven kan spreken over een beetje de schone schijn voorhouden binnen een connectie waar we eigenlijk niet meer zo heel, dat niet helemaal in balans is. En we vinden moeilijk een compromis, we vinden moeilijk een balans hier. Nou, je komt hier wel uit je hoofd en dan heb ik voorgas vooruit. Dus er kan absoluut een verplaatsing, een verhuizing hier zijn. Naar de 10 van kelken, geluk naar moeilijke tijden samen. Wellicht om financiële redenen. Of gaan we samenwerken aan iets. Project samen doen. Dus ja, we zullen het straks zien inderdaad tussen de verschillende groepen. Want er zijn verschillende verhaallijnen hier. Voor mij heb ik of we liggen een beetje wakker van... een belangrijke keuze die we moeten maken, want het heeft invloed op de stabiliteit die we hebben opgebouwd. De geliefde kan zijn dat we hier een verkeerde keuze hebben gemaakt, een verkeerde investering van iets, of een verkeerde persoon hebben gekozen, wat een beetje chaos creëert. Ondertussen ga je wel langzaam, maar zeker ben je nieuwe zaadjes aan het planten hier. En je stelt je emotioneel wel open. Wat is het advies voor mijn lieve stier voor de komende periode? Ik ga je dus verder op borduren. Zeker in de liefde. Een splitsing tussen de singles. Dan heb ik inderdaad iets nieuws. De koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving. De 2 van kelken. Oeh, en de 4 van kelken. Verliefd worden of een serieuze verbintenis met iemand aangaan. Vergeving en de oplossing van problemen. Geef niet op, je relatie kan worden geheeld. Ja, voor sommigen kan er ook wel liefde binnenkomen via het werk of zo. Waardoor de boel een beetje... waardoor we belangrijke veranderingen moeten aanbrengen. Dat kan.
De vier van Kelken. Afgeleid zijn en daardoor een magische kans over het hoofd zien. Iets of iemand voor lief nemen. Onvrede met het leven. De vier van Kelken is inderdaad een beetje voor je uitstaren. Want is dit nu alles? Is dit alles in het leven? Verveling? Op het moment dat je het niet verwacht. En ik heb best wel iets plots onverwachts met de toren. Komt er inderdaad iets nieuws aangeboden door het universum. Maar je moet er wel naar kijken. Je moet om je heen kijken. Niet alleen maar staren naar hetgene wat er niet meer is. Of wat je verveelt. Of wat maar half vol is. Kijk om je heen. Er zijn nieuwe kansen, nieuwe opportuniteiten, nieuwe mensen. Die zich aandienen hier. Voor manifesteren. Dat is nog een belangrijke boodschap van de manifesteren met de maan orakel. De komende periode. Denk na over je prioriteiten. Laatste kwartier in Waterman, begin februari. Denk na over je prioriteiten. Ja, en de toren, moet ik natuurlijk wel even zeggen. De toren vindt plaats in aardetekens of vaste sterrenbeelden. Dus stier, waterman, leeuw en schorpioen krijgen die wat vaker dan de rest. Want wij houden niet van verandering, dus we houden koppig vast aan, ja, maar die stabiliteit die heb ik opgebouwd, dat kan ik niet zomaar opgeven. Het universum probeert jou hierin te laten zien dat je klaar bent voor iets nieuws te creëren, voor een nieuwe plek, een nieuwe job, een nieuwe situatie, nieuwe mensen. En dit is hetgene wat je manifesteert of gemanifesteerd hebt. Maar misschien dwingt het universum je hier tot een keuze of een sprong op zijn minst. Als dat een afwijzing is of een... Met het team van Pentakels kan het soms een reorganisatie zijn van het een of het ander. Een job die wankelt, bezuinigingen. Kan het hier zijn dat het eigenlijk... Het is sowieso een godsgeschenk. Blessing in disguise. Want het universum heeft al een nieuw plan voor jou op een dienblad. Dus als je een verkeerde beoordeling of als iemand zich ermee bemoeit en jouw financiën of je rust verstoort hier... Weet dat het een cadeautje is, want er bestaat gewoon iets beters. Rejection is God's protection. Moed, je hebt het in je. Doe het gewoon. Wij, je engelen, zullen je steunen. En wijsheid. Alles heeft een plaats en een doel. Wijs zijn betekent veel liefde, tolerantie en compassie hebben voor alles. Wees wijs en moedig. Doe het gewoon. Spring, het universum geeft je dat zegje hier. Mijn lieve stier, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier verder op borduren. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.